Het loopt even anders deze week. Ros. Omdat jouw mama's altijd zo lief zijn voor jouw bonustante. Zou de baby met volle maan komen? Goedemorgen. Het is weer maandag. Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat jullie weer kijken. Dus een nieuwe week, nieuwe kansen. Vandaag dat mijn moppie thuis is. Normaal zou ze dus naar de opvang gaan. Maar er heeft een gezinslid bij de gastouder heeft corona. Die is positief getest. Dus ze is thuis. En ze is eigenlijk al een beetje de hele ochtend een beetje pieperig, een beetje hangerig. Voelt warm aan. En ik hoorde een beetje snot. Dus misschien dat wij toegeven een testje moeten doen bij het meisje. Omdat ze in contact, ze is in het huis geweest waar iemand corona heeft. Dus het loopt even anders deze week. En ik heb zelf ook natuurlijk een beetje... Nou, afgelopen nacht wel echt goed geslapen, maar die nachten daarvoor niet zo. Een beetje harde buik en gek gevoel. En ik voel misschien wel een beetje dat ze aan het indalen is. En steken en dat soort dingen. En Nomi is bang dat het er al aan zit te komen. Ik denk zelf nog niet. Maar je weet maar nooit. Dus, noodzaak, wij moeten echt ons het ziekenhuistas gaan maken. Vluchttas, hoe noem je zoiets? Dus dat gaan we vandaag doen. En toen verliep de dag dus eventjes helemaal anders. Noam die moest invallen op het werk. Dus die is eigenlijk de hele dag niet thuis geweest. Die is volgens mij om 6:30 vanochtend vertrokken. En... Ik hoop dat ze voor 7:00 thuis is. Want ik heb om 7:00 een zwangerschapscursus nog voor de laatste keer. En dit meisje is eigenlijk een beetje jengelig en voelt warm en hangerig. Dus wij hebben ook echt gewoon helemaal niks gedaan vandaag. We hebben een beetje de tv aangedaan. Een beetje gespeeld samen. Ik heb ook echt alles de boel gelaten. Ik heb 1 wasje kunnen draaien en opgehangen. Ik vond het wel prima. Ik ben zelf ook niet helemaal 100% dat ik gewoon moe ben. En alles is zwaar. En zeker als Laurie ook het zwaar heeft en steeds getild wil worden. Ja, dan neem ik hem maar lekker op schoot en dan doe ik gewoon lekker even helemaal niks. Dus ik vond dat wel mocht van mezelf. Mocht wel zo'n dagje. Het is alleen dat als de baby nu komt, zal Nomi... een haastige vluchttas moeten maken, maar dat maakt niet uit. Dat komt ook wel weer goed. Ja, in een mondje. Goed zo. Dan loopt je toch anders. Ja. Anders waren we nu bij de intratuin. Ja, anders waren we onderweg naar de intratuin. Maar nu zijn we onderweg naar een corona teststraatje. Ja. Waarom met z'n allen? Vinden we fijn. Volgens Moppie. Ja, volgens Moppie, hè. En dan kun je denken, waarom zou je je kind laten testen? Ik vind het gewoon een fijn idee voor Annetje. Jij bent toch hoogzwanger. Dus ja, is even een ander dagje. We zouden iets leuks gaan doen als family. Sowieso een ander dagje, want ik moet extra werken. Ja, jij moet extra werken. Vanavond ook weer. Normaal is dinsdag natuurlijk mijn thuisdag. Ja. Maar ja, dat is de leven als ondernemer. Laurie. Hoe ging de test? Wil je vertellen? Deze gekregen dan? Ze heeft een mooie diploma. Dapper heeft diploma. Gaan we zo meteen even inkleuren, hè? Ja. Ik vond het een beetje gek, die mevrouw met de mondkap met de staaf. Die ging dan in de neus en toen bij de derde rondje, want het laatste rondje, toen ging ze huilen. En toen
vond ze het niet meer leuk. En eigenlijk doordat ze huilde, kon ze goed de mond open doen. En kon ze nog even de tong doen. Maar ze deed het eigenlijk goed, want daarna was ze klaar met huilen. Was het ook meteen klaar. Oké. Ze is meer onder de indruk gewoon van alle kindjes en alles wat er gebeurde dan... Ja. Volgens mij van die staaf. Hey. Zijn jullie leuk naar buiten aan het kijken? Ja, de oud papier werd net opgehaald. Oh, dat, dat is fijn. En ze is even lekker de ramen vies aan het maken. Ja. Zet de mama's maar weer aan het werk. Maar, moeten we de vluchttas van gaan doen? Oh, je haren zitten gewoest, die lieve. Laurie is echt niet lekker. Nee. Nootje is niet lekker. Voor mama! Telefoon en oplader. Oké. Portemonnee met pinpas, een identiteitsbewijs en een zorgpas. Ja, dat is gewoon mijn portemonnee. Ja. Persoonlijke verzorging. Tandenborstel, tandpasta, deo, haarborstel, elastiek, make-up. Maar dat kan je allemaal niet doen. Nee, maar wel lippenbalsem. Kraanverband, pak kraanverband. En zoogcompressen. Voor mijn... Bobby! Hebben we dat zoogcompressen? Weet ik niet. We hebben ook nog die ene tas van Mia, hè? Oh. Newborn. Je hebt nooit meer nodig. Als het goed is. Zullen we deze ook meenemen? Kleding. Kleding. Kleding waarin je wilt bevallen. Nou. Je... Denk een t-shirt, een lang t-shirt of niet? Ja. Doe je in je basket. Eigenlijk die ik aan heb, zo'n shirt, die heb ik nog eentje van volgens mij. Deze. Die gestreepte. Ja. Ja? Ik denk dat ik dat fijn vind. Oké, heb je ook een lekkere broek die je aan wil? Ze zeggen ook, ja, ik wil gewoon zo'n broek. Oké, sokken. Sokken, heel veel sokken. Maar wat voor sokken wil je? Lekkere warme sokken? Want ze zeggen dat je misschien koude voeten kan hebben. Ja, dat kan ik ook. Vind je deze lekker? Nee. Ik vind gewoon wat ik aan heb lekker. Dat vind ik altijd wel... Gewoon zo. Ja. Oké. Maar hoef maar één paar? Ja, er staat ook een nachthemd voor na de bevalling. Wow! En misschien wil ik dan voor na de bevalling een lekkere grote trui of zo. Dikke ski sokken staat er, ja. Grote onderbroek. Warme trui staat er inderdaad. Onderbroek met ruimte voor maatverband. Ja, deze dan. Voedings-BH. Ja, ik had die BH's naar beneden gegooid. Oké. Komt helemaal goed dit, hè? Ja. Voor de autostoeltje. Een dekentje. Ja. Mag die ene pakken? Ja, de wollen deken. Gaan we naar deze kamer? Of, Ja. Wil je dan de kamer pakken? Ja. Leuk, wacht. Ze legt even hier. Zo. Oh, wacht. Die had nog in de was. Die moet nog opgeruimd worden. Ja. De newborn pakje. Oh, dit is de tweede keus. Toch? Ja. Het newborn pakje. Het pakje. Maar er moet nog een lange mouwromper onder. Ja. Maar nu moeten we er twee meenemen. Sokjes. Ja, sokjes. En een extra mutsje stond er. Maar welk mutsje is dan leuk? Gewoon een witte. Zusje? Ja. Dekentje. Omslagdoek, wat bedoelen ze daarmee? Is dat dan gewoon zo'n... Gewoon douche toch? Gewoon een hydrofiel toch? Of een hydrofiel, ja. Gewoon zo'n grote? Ja.
Allemaal roze, 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 roze. Roze, 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 roze. Ja? Ja, ik vind het gek. Voor mijn gevoel gaat het nog wel even duren, maar ik wil het eigenlijk niet. Ken je dat? Je wil dat ze komt. Ja. Laurie, wil je ook dat je zusje komt? Moet je zusje al komen? Ja. Je hebt een cadeautje gekregen van? Ja. Dan moeten we even gaan kijken. Lieve Laurie, omdat jouw mama's altijd zo lief zijn voor jouw bonustante, een cadeautje voor jou. Dikke knuffel van Maya. Ja. Leuk hè? Echt? Ja. Leuk. Hier zo. Wauw. Allemaal weer kleertjes die ze zelf gemaakt heeft. Oh, die vind ik leuk. Die is toch fantastisch, oh, Moppie. Voel het stofje heel lekker. Oh, kijk dan. Wow, die is echt leuk. Deze. Ja. Dit past echt bij Laurie. Dit is echt leuk. Oh, deze vind ik ook leuk. Vet. Oh, dat is wel echt heel leuk. Oh. Oh, dat is kijk leuk. Eens, die zit een hartje hier. Waar? Oh, kijk. Dan made with love, hè? Ja. Oh, kijk dan. Zo leuk. Leuke pofmoutjes. Oh, baby. Die kan mooi daarop. Ja, maar ook met die. Oh, deze is ook leuk. Oh, deze is ook een trui. Ja, leuk. Kijk eens, hoe mooi. Oh. Wauw. En die kan hierop, maar die kan op die. Die kan op die. Helemaal gematcht. Oh, dat is lekker. Ja. Het is leuk. Wauw, wat zeggen we dan? Deze. Dank. Deze. Dank. Dankjewel. Dankjewel. Oh, echt zo schattig. Ja, echt leuk hè. Dankjewel. Oh, wil je eraf? Nee. Boom. Wow. Boom. Boom. Zo. Zo. Is mooi hè, is voor jou Moppie. Allee. Voor jou. Yay. En ze neemt alles mee. Nou, neem maar mee naar je kamer. Ja. Ik ga hem ook aandoen. Oh, ik vind het echt te cool. Ja, is echt leuk. Ben je er zo blij mee? Wee! Ja! Yay! Ik had geen idee. Heb je auw? Wat gebeurde er, Laurie? Welkom bij de woensdag. Toch, het is toch woensdag vandaag? En het is vandaag zo'n dag. Oh. Laurie moet onder haar verklap huilen en ik weet niet wat er is. Ze was om 8:30 vanochtend al moe. Toen wilde ze alweer slapen, dus toen heb ik haar heel even in bed gelegd. Nee. En ja, we denken gewoon dat ze een beetje mee is. Wauw. Gaat die Lau? Wauw. Ik vroeg aan haar. Laurie, denk je dat de baby komt? Heb je zo'n voorgevoel of zo? Ja, zegt ze. Oh my god. En voor Nomi is het nu ook pittig. Want die werknemer is dus ziek. En ze moet dus echt heel veel extra werken. Dus. En Laurie mag dus niet naar de opvang. En ik zit hier met mezelf in de weg. Dus het is een gezellige boel hier zo, hè? Maar nu gaan ze lekker spelen. Huh? Hoe vind jij het dan, liefje? Vind je het ook pittig? Af? Ja. Maar ook gewoon spannende tijd. Alles komt tegelijk. Huis is een bende. Ja. Sorry.
Ik heb mijn best gedaan. Ik heb vanochtend heel even de was kunnen doen. Omdat Laurie vroeg naar bed ging. Oh, ja. Kon ik even de was doen. Maar ja, daar was ook alles mee gezegd. Want ik dacht, oh, dan ga ik de badkamer nog even gauw doen. En toen was ze alweer wakker. Zo fijn dat je er bent, lieve. Iets minder rust voor mij. Wel meer rust? Ja, heel iets wel meer rust. Ja. Het is wel zwaar, hè? Een soort van de dag overleefd. Het meisje ligt nu op bed. Ik vind het me een partij pittig. Ik moet jullie dat even bekennen. Morgen ben ik 38 weken zwanger. En ik merk gewoon echt mijn buik. Ik krijg nu heel erg hier onderin heel erg last. En ook natuurlijk een beetje omdat Pauri continu getild wil worden. En piept ze weer. En dan is er weer wat. En dat maakt het ook wel heel zwaar. Maar dat is hopelijk een fase nu. Eventjes. Dat ze nu hierin zit. We weten niet zo goed wat het is. Of een sprongetje. Of misschien toch de corona. We weten het niet. Ik vond het wel echt heel fijn. Dat Nomi in ieder geval de middag thuis was. Daardoor konden we eigenlijk ons om en om ergeren aan Laurie. En om en om moed verzamelen om haar weer even op te vrolijken. Of ik ga denk echt even niks doen. Ik heb heel last. Ik had vannacht ook eigenlijk echt keiharde buik. En dat ik echt dacht van nou, als dit nou voorweeën zijn, kom op. Zet even door, want ik ben er klaar mee. Maar de vorige keer dat ik dat had, dat ik 's nachts dus zo harde buik had en last, was het 's ochtends weg. En nu is het eigenlijk wel redelijk de hele dag gebleven. Of in ieder geval laag heb ik heel hard. Harde buik. Maar ik denk dat het erbij hoort. Ik zag net een hele mooie maan. En nu ben ik benieuwd, wanneer is het volle maan? 19 november. Zou de baby met volle maan komen? Heeft Laurie dit gedrag omdat ze iets aanvoelt komen? Spannend! Het kan ook nog zo nog 4 weken blijven zitten. Huh? You never know. Ik ga lekker de bank op. Niet veel doen. Ik zie jullie morgen. Het is donderdag. En we gaan er weer vol goede moed tegenaan. Ik heb Laurie echt ontzettend leuk aangekleed. Maar ja, daarbij moet ik het zelf ontgelden. Er zit tandpasta op mijn shirt van haar. Gaat goed dit. Wordt een uitdagende maar leuke dag. Wens me succes. Dankjewel. Ik weet echt niet wat ik hiermee aan moet. Op een moment zit ze leuk te spelen en daarna is ze vol op overstuur. En dan kan ik niks. We moeten het verdragen, maar toch ook weer niet. Zo kom ik al 4 dagen. Een week door. Ik dacht, even een banaantje eten. Maar mama heeft ook
pepernotendeeg gemaakt. Dus gaan we pepernotendeeg maken. Pepernootjes bakken. Heb je daar zin in? Doe een beetje deeg. En dan met je handen. Zo. Doen we rollen. Ja, dan hebben we een pepernootje. En dan mag je hem hierop leggen. Dan leggen we een pepernootje op de bakdingen. Oh, je eet hem op. Is dat lekker? Ik moet jullie bekennen dat ik het zwaar heb. En als het goed is, komt mijn moeder to the rescue. Want, wow, ik zit eruit. Ik heb even geslapen. Loutje sliep ook, die is nu ook wakker. Maar als het goed is, komt mamatje, mijn mamatje, even helpen. Want ik kan het niet aan. Ze is soms zo aan het piepen en dat ik echt niet weet wat ik moet doen. En ik ben er gewoon even helemaal klaar mee. Nou, weet ik hoeveel weken hebben we nog steeds de stickers nog niet opgehangen. Maar dat komt. Kijk hoe vet. Oma heeft een hele mooie cactus gemaakt. Ja, dus gewoon zelf geschilderd. Heeft ze zelf geschilderd, zelf gezaagd. Ga je naar de kamer van je zusje? En toen hebben we de diertjes eigenlijk even anders gezet om te kijken hoe mooi het komt. En deze komt dan op de plint. Zo. Oh, je komt helemaal goed. Oh, wat lekker. Hi, hello. Hey, wat lekker. En dan willen we er een haakje aan doen, dat ze eventueel een badjasje aan kan hangen. Oh, echt leuk. En wat zeg jij? Een baby. Ja, de Maxi Cosi. Oh, dat ja, is ik had lekker. Hem al klaargezet. Ja. En ook de verkleining erin en zo. Lekker man. Dus vanavond ga je bevallen. Ja, want volle maan, hè? Ja. Naar morgen toch? Ja, morgen. Ja, vannacht dan toch? Of niet? Is dat dan? Als ze zeggen 19 november is volle maan, is het dan de nacht. De van nacht. 18 naar 19 denk ik dan, ja. Of van 19 naar 20. Ja. Nu zullen we het tegenwoordig doen. Heet het? Wat is dit? Ze alle kussen. Wat is dit? Komt er eentje op mij klimmen. Ah, schatje. Ja, mama had het vandaag heel moeilijk, hè? Heb jij ook alles van meegekregen? Maar gelukkig. Kom, gaan we naar jouw kamer? Gelukkig kwam oma. Kom, gaan we naar jouw kamer. Gelukkig kwam oma jou even vermaken. Dat was wel heel fijn voor mama. Ja. Dus nu gaan we je even klaarmaken. Ja. Dan kan je lekker naar Pitje. Hi. Bedankt voor het kijken. Zeg maar bedankt voor het kijken. Dankjewel. Dikke vette like. Dikke vette like. Oh, hij gaat lekker. Als jullie deze video leuk vonden, of als jullie gewoon een beetje medelijden met mij hadden, doe een duimpje omhoog. En tot de volgende video. Ja! Yeah. Hoe is die? Kijk die haren. Kijk die haren. Ben je klaar met melkje drinken? Ja. Ja, hè? Of wil je nog? Wil je nog? Hey, Woestie. Wil je nog drinken? Kusje. Of speentje? Speentje? Ja, kusje wil je even hebben, mij. Kusje. Geef mama maar kusje. Oh, hier ben ik. Kom hier staan. Kusje. Dank je wel. Krijg ik ook nog kusje? Oh, mama of kusje? Ah. Yay. Thank you.